De algemene ledenvergadering van de bond bij de brandweer is vandaag behoorlijk uit de hand gelopen. De zwaargewapende regionale bijstandsteam van de politie die erbij werd gehaald, heeft op gegeven moment waarschuwingsschoten gelost om de gemoederen tot bedaren te brengen. De vergadering was aangevraagd door de leden. Op de agenda stonden echter andere punten dan die door de aanvragers was opgesteld. Zo wilden de leden uitleg over de schorsing van 4 bestuursleden. Het gaat om een schorsing die volgens hen niet statutair is en daarom teruggedraaid dient te worden. De bestuursleden zijn geschorst omdat ze zelf een ALV hadden belegd nadat voorzitter Seedorf meerdere malen geweigerd zou hebben om een ALV te beleggen. Op de agenda van de aanvragers was ook het punt resultaat van de loononderhandelingen opgenomen. De ALV liep op een gegeven moment dusdanig uit de hand dat voorzitter John Seedorf deze schorste en verdaagde. De leden raakten daardoor zeer ontstemd. Zij vonden namelijk dat ze tijdens de vergadering niet de gelegenheid hebben gehad hun punt te maken en probeerden te voorkomen dat de voorzitter de zaal en het terrein zou verlaten. Door tussenkomst van de politie is erger voorkomen.